Het nieuwe gebouw van de Nationale Assemblée wordt verruimd. Het parlement heeft besloten om over te gaan voor de bouw van een vergadercomplex, waarvoor op 1 september de ondertekening van een contract plaatsvond. Het streven is om op 9 oktober te beginnen met de bouwwerkzaamheid, met de bouwwerkzaamheden en het project binnen een jaar af te hebben. Het is de bedoeling om tenminste binnen de zittingstermijn 2020-2025 te vergaderen in het nieuwe vergadercomplex. Het ministerie van Openbare Werken is de opdrachtgever die erop zal toezien dat alle werkzaamheden volgens het contract worden uitgevoerd. Onrechtmatige toewijzing van domeingronden is voor de afdeling corruptie onderzoekteam van het KPS aanleiding geweest om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen en na te gaan wat er aan de hand is. Het resultaat van het onderzoek was aanleiding om een grondinspecteur aan te houden voor onder andere valsheid in geschriften en overtreding van bepalingen van de anticorruptiewet. De verdenking is dat hij in een adviesrapport informatie heeft vermeld welke in strijd is met de waarheid. Zijn verklaringen gaven redenen om 2 resortsraadleden en een DNA-lid te horen. Laatstgenoemden ontkennen enige betrokkenheid bij de strafbare feit. Het ministerie van Economische Zaken heeft gisteren de prijzen vrijgegeven voor de basis- en strategische goederen. Die gelden voor de periode 23 september tot en met 6 oktober 2023. Zo is de consumentenprijs voor een kilogram aardappel vastgesteld op 45 SRD en 70 cent. Terwijl een kilogram uien in deze periode niet meer dan 50 SRD en 95 cent mag kosten. Op de Facebookpagina van het ministerie zijn deze prijzen ook terug te zien. Bij prijsopdrijving mag de gemeenschap haar klacht bij het ministerie deponeren.